Een jaar na de eerste repatriëring haalt België opnieuw IS-vrouwen en kinderen terug naar hier. In het belang van de kinderen, klinkt het bij de regering. Maar wat met het algemeen belang, vraagt de oppositie. Het zijn dus eigenlijk per definitie al vrouwen waarvan men iets minder zeker was dan de eerste zes die zijn teruggekeerd. Van die eerste zes zijn er momenteel nog twee achter slot en grendel en vier al op vrije voeten. Twee volledig vrij, twee vrij andere voorwaarden. En ik kan u zeggen, ik heb de namen ook gezien van zij die aan boord van het vliegtuig waren. En dat zijn, dat zijn geen doetjes. Hè. Het is niet heel moeilijk om te zoeken voor welk gedachtegoed zij stonden. En zij tot heel recent ook nog staan. En ik hoop gewoon dat wij dat naïeve juk van onze schouders kunnen lossen. Alle vrouwen zijn meteen naar de gevangenis gebracht. Sommigen zijn eerder al bij verstek veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Daar staat maximum 5 jaar gevangenisstraf op. Ze gaan onmiddellijk naar de gevangenis, maar dan is het maar de vraag wat die rechter gaat uitspreken. Dus heel recent, een paar maanden geleden, zijn de eerste zes toegekomen en er heeft een rechter geoordeeld van kijk, zij vormen geen acuut gevaar voor de samenleving, dus zij mogen al terug vrij. En dat is te gek voor woorden, want er is zoiets en dat heet takia. Zij kunnen u ook om de tuin leiden. Als je hun palmarès ziet, als je merkt wat zij allemaal in het verleden ook gedaan hebben, de uitspraken die zij gedaan hebben, hoe zij zelf met Kalashnikovs aan het prijken waren op foto's, is dat niet iets wat van dag 1 op dag 2 verandert. Legitieme vragen, alleen is er wel een alternatief. Zeker wanneer uit Koerdische hoek herhaaldelijk de oproep naar het Westen kwam om buitenlandse IS-strijders te repatriëren. و لقال منجي انا مثلا خطريجي هي ما وصاد هم ولاتيه تنا ما داعش تنكر ما دار بلي دا ما اوش كنان ما او قرتن جرك ببن علي كار انا وصا Al ziet Koen Metsu de vraag, neem ze terug, anders. Neem ze alsjeblieft terug, kom of help ons hier. Hè? Maar dat hebben wij nagelaten de afgelopen jaren. Het was een noodkreet van de Koerden. Ik was er eind 2020 en zij hebben toen gezegd van wij willen ze hier berechten. Maar help ons, het zij financieel, het zij operationeel. En wij hebben altijd gedaan van kijk, we doen of dat we dat niet gehoord hebben. Zegt u dan eigenlijk, we laten die kinderen aan hun lot over daar in die kampen? Dat zeg ik niet. December 2020 is er een kind zonder de moeder gerepatrieerd. Dat kind is ook teruggekomen naar België, dat kan. Die moeten een document tekenen op een afstand van hun kind. En die dame in kwestie heeft gezegd van oké, ik wil het beste voor mijn kind. Die andere IS-toeristen zijn woedend geworden op dat ogenblik. Wij waren daar ter plekke ook. Die zijn woedend geworden en die hebben gezegd, dat mag je niet doen, want wij hangen ons lot vast aan dat van ons kind. En dan moet ik dat kind zien als een soort levensschild. Eigenlijk een beetje de joker van die IS-toeristen die zeggen, ja, onze kinderen komen niet alleen mee of je moet ons erbij nemen. Maar tegelijkertijd, een moeder scheiden van haar kind, kan je dat wel vragen aan die moeder? Dat klinkt heel hard. En de professor zal daar anders over oordelen. Maar soms is dat beter voor het kind en beter voor de maatschappij. Ik heb gezien hoe dat daar die jonge welpjes van het kalifaat opgevoed worden volgens de sharia door die moeders, ook in die kampen die bewaakt werden door de Koerden. Dus dat vraagt een enorme rehabilitatie. En dat is een rehabilitatie dat die moeders niet gaan kunnen geven. Daar geloof ik niet in.